en heren, jongens en meiden, een hele goede speciale morgen. Vandaag is stiekem een bijzondere en een belangrijke dag in het leven van Sam Meijer. En waarom ga ik jullie uiteraard vandaag vertellen? Maar ik dacht, weet je, het is gewoon weer tijd om jullie een keer mee te nemen. Dus dat gaan we doen. We zijn onderweg naar Holland Car Company. We hebben weer een mooie dag met een mooie auto op de planning. Maar de reden dat vandaag een bijzondere dag is, ga ik jullie zo meteen vertellen. Alright, en aangekomen jongens, altijd mooi in Moordrecht, Holland Car Company. En hier gaan we vandaag weer een paar gave reels maken. We hebben een paar mooie auto's op de planning, zoals ik net zei. Dus die ga ik eerst even laten zien. Eerste auto van vandaag. Dit blijft toch ook echt een fantastische wagen. Laat even in de reacties weten wat jullie favoriete SUV is. 2018 om en nabij, dus gewoon pre-OPF. Lekker rauw, lekker puur. Ik vind dit zo onwijs vet, hè. Alright, maar wat ik dus heel eventjes kort wilde vertellen aan het begin van de video. Toen was ik uiteraard onderweg. Vandaag is een speciale en spannende dag. Want 2 jaar geleden, ik weet niet wie het nog kan herinneren, ik ben heel erg benieuwd. Heb jij dit verhaal toen meegekregen? Dan ben ik echt super dankbaar dat je deze video's nog kijkt. 2 jaar geleden ben ik met een groep vrienden onderweg naar Duitsland aangehouden voor een snelheidsboete. Die snelheidsboete was onterecht. Ben ik nog steeds tot de dag van vandaag heilig van overtuigd. Heb ik samen met Boete.nu aangevochten. Nou, ik kreeg heel snel een reactie op. Weer aangevochten en dan is het eigenlijk afwachten of je moet voorkomen ja of nee. Geen reactie, jaar eroverheen, 1,5 jaar eroverheen, 2 jaar eroverheen. Augustus dit jaar was het 2 jaar. We zijn momenteel, zoals jullie weten, in oktober. En ineens was daar de brief van het Openbaar Ministerie. Meneer Meijer, u moet voorkomen, u mag uw verhaal verdedigen in de rechtbank. Gisteren, vandaag moet er voorkomen, gisteren, 3:45, kregen wij het dossier van het OM. Dus we moesten alsnog naar de rechtszaak. Nou, hebben we bestudeerd en toen kwamen we eigenlijk tot de conclusie, het is beter voor Sam, als hij gewoon niet meegaat, kan hij ook geen domme dingen zeggen. Dus dat, duimen. Maar echt jongens, het geluid van deze auto, dit is echt zo'n pretpakket als SUV. Dus we doen gewoon heel eventjes een klein rondje, dat vindt Daan vast niet erg. Maar hoor eventjes. Dat pruttelen. Het is toch schandalig in een SUV, jongens. Hier kan je gewoon heel erg zin in, hè? Ook in deze auto is natuurlijk de V8 Supercharged die we ook vinden in een Project 8 of een Jaguar F-Type R. Echt een fantastisch blok, jongens. En dat steeds tot de dag van vandaag, ondanks dat het in een sportauto gewoon een heel zwaar blok is in de neus. Qua beleving is dit echt next level. Je hebt gewoon bijna geen sportauto of überhaupt een auto wat meer beleving biedt dan dit. Fabriek af, hè? Zomaar op de stoep. Mooiste auto van de dag. Kan toch niet anders. Kijk eens, doe het raam speciaal voor jullie open. Wat plaatje. De nieuwe GLE 63S. Als je moet kiezen, dit of een S4. Alright, Daniel vertelde me dus net een soort hack voor de OPF modellen van AMG. Dus het schijnt zo te zijn op het moment dat ik voerde uiteraard op de rem, plus ding, en dan start. Dan is het een AMG start. En dan hebben we dus niet zo'n slappe start voor een OPF 8-cilinder. Dan hebben we gewoon een echte AMG start. Zo, dat was dan maar nummer 3, jongens. X3M, dit blijft ook zo'n fantastische auto. Super speels voor een SUV, natuurlijk wat kleiner. En daarnaast het nieuwe M3 en M4 motorblok in een SUV. Alright, en tot slot zijn we nog heel even oppassen met wellicht de ultieme boevenwagen, jongens. Een Brabus G700. Check dit eventjes. Dit is toch wel waar je foute hart sneller van gaat kloppen, jongens. Het uitlaatsteen, de wielen. Hij is verlaagd. HNR, veren eronder. Maar kijk, deze giga snorkel is op de motorkap. Niet functioneel, puur looks. Volledig carbon. Eerlijk, dit is toch al heel erg dik, hè? En ik ben fan van de G-klasse. Ik ben niet zozeer een SUV-man, maar de G63 is het dan wel van mij, joh. En zeker als hij zo is uitgevoerd. Moet je eens kijken hoe dit eruit ziet, jongens. Die lichten ook eronder. De pumpers van Brabus natuurlijk. Sidescut, uitlaatsteen. Dit is toch wel heel erg gaaf. En dit is altijd zo onwijs lekker. Dat je die deuren dichtgooit van een G63 of het nou een G500 is, whatever is.
dat hele klassieke geluid, gewoon als je die deuren dichtgooit, is overigens het enige wat origineel is. Of tenminste wat hetzelfde is als de vorige generatie G-klasse. De scharnieren in de deur. Voor de rest is deze generatie G63 helemaal anders dan is de voorganger. Die blauwe van het ding. Ik had geen idee. Maar moet je dit ook zien? Die hele snorkel met het Brabus logo. Normaal, dit is niet functioneel. Maar wel gewoon super dik. Die andere flippers. Het klinkt allemaal anders. Het is wel echt. Oh, dit is niet goed. Holy shit. Hey. Die Range Rover, die was dik. Die klonk dik. Maar dit is echt. Blow-off, ik heb nog nooit zoiets meegemaakt. Daar zei je net van, er zit nog een soort blow-off op. Dit is niet normaal, man. Dit zouden we eigenlijk even van buiten moeten horen, maar daar hebben we helaas geen tijd meer voor. Het wordt al donker, het is inmiddels weer 4 uur en dat betekent dat mijn advocaat bijna de rechtbank ingaat. Dus we kunnen ieder moment gebeld worden met de uitslag of ik dus een probleem heb of dat ik geen probleem heb. Alright jongens, we zijn weer onderweg. Het is inmiddels de volgende dag en de uitslag van de rechtbank duurde dus gewoon oprecht een heel stuk langer. Nog langer dan is de 2,5 jaar die we al wachten dan verwacht. Maar daar ga ik jullie later meer over vertellen. Ik wil nog heel eventjes een klein topic in deze video bespreken. 21 november 2020 kocht ik mijn BMW M4. Superleuke auto, ik ben er nog steeds onwijs blij mee. Maar bijna 2 jaar met de auto heeft me wel een beetje op een punt gebracht. Wat gaan we nou doen? Of we gaan weer wat geks doen met de auto. Of het is gewoon tijd voor wat nieuws. Winter komt eraan. En ja, dan kunnen we inderdaad zeggen van we gaan gewoon weer, huppakee, helemaal wild. We gaan gewoon voor een Cayman GT4. We gaan voor een AMG GT, weet ik het wat. We gaan voor een C, we gaan voor een Giulia Quadrifoglio. Of we denken gewoon eventjes na. En we zeggen gewoon, weet je Sam, we hebben de M4 in de winter geprobeerd. Dat was leuk. Zeker het eerste jaar was leuk. Toen was het ook nog niet heel erg winterachtig. En we gaan gewoon een stapje terug. We gaan gewoon kijken naar een Yaris GR. We gaan gewoon kijken naar een Audi RS3. We gaan gewoon kijken naar, wederom, een Focus RS. Hebben we al 100 keer naar gekeken. Blijft gewoon nog steeds in mijn ogen de ultieme hot. Dus laat even in de reacties weten wat jullie vinden dat de ultieme hot hatch is. Maar wat denken jullie dat ik moet? Wat vinden jullie dat ik moet doen als volgende auto? 21 november wil ik wederom een nieuwe auto ophalen. Ik ben heel erg benieuwd wat jullie zouden doen. Cayman GT4 stond bovenaan mijn lijstje. Maar ik heb wel een beetje doen realiseren. Dat is misschien niet de auto die we moeten hebben van de winter. Dus die heb ik stiekem een klein beetje aan de kant geschoven. Stiekem een beetje een idee verzonnen waarop we die dus wellicht kunnen halen van de zomer. Want dan is het natuurlijk gewoon perfect. Handschakels, schaalstoelen. Kleine auto, compact. En ik denk zeker voor een dijkweg in Nederland. En uiteraard Nürburgring, Assen, Zandvoort, verzin het. Ideaal. Gewoon niet te veel vermogen. Gewoon die pure handbak. 3 pedalen bij de voeten. Ik denk dat dat wel een beetje de sweet spot is voor een auto in Nederland. Maar, los van dat, de rechtszaak. Waar ik bijna dus mijn rijbewijs kwijtraakte. Ik ben namelijk beschuldigd van een snelheid van 48 km per uur te hard met 2 vrienden. Inderdaad, wij gingen 2 jaar geleden met een groepje naar de Nürburgring. Daar reden we met 3 auto's achter elkaar. En we hebben dus alle 3 dezelfde bekeuring gehad door een undercoverauto. Ik ben staande gehouden. De auto die heeft geen meting. Die heeft mij staande gehouden en het eerste wat hij zegt bij uitstappen is, ja, die vrienden van je, die krijgen hem ook, dus maak je geen zorgen, je bent niet de enige die vandaag de lul is. Nou, naar een meting gevraagd, de beste meneer die heeft een eeuw achter mij gereden met zijn telefoon, wat ik sowieso erg bijzonder vind als agent. Dus dat is een beetje het vage verhaal. We hebben dus een bon gekregen zonder bewijs van een agent in een burgerauto met zijn telefoon achter het stuur. Nou, oké, okay, leuk, lang verhaal, kort. Rechtszaak, poets benu, heeft voor me gefixt. En
We hebben nog geen uitspraak. De rechter vindt het allemaal zo'n raar verhaal dat de rechter eigenlijk al vrij snel zei van oké, ik geloof jullie punt. Jullie hebben een goed punt inderdaad met ja, hoe dit eigenlijk allemaal gaat en hoe jullie hierin staan. Nou, dat is top, dat is sowieso natuurlijk al mooi. Hij was er ook mee eens dat het idioot lang duurde. En daarnaast vindt hij het ook bijzonder dat de agent dus inderdaad met zo'n raar verhaal komt. Dus hij wil de zaak aanhouden. Er is nog geen uitspraak geweest. En hij wordt aangehouden voor een onbepaalde tijd. Dus dat kan nog een keer een jaar duren. Dat kan nog een keer 2 jaar duren. Dat kan nog een keer 3 jaar duren. Hij kan niet meer verjaren. En we hebben nog steeds geen idee waar we nou aan toe zijn. Dus, fantastisch. We hebben er wederom een hoop tijd en energie in gestoken. En we zijn nog niks rijker, maar ook niks armer. Dus dat scheelt wel weer. Dus ik ben heel erg benieuwd wat hiervan de uitkomst geworden. Jongens, ik hoop dat jullie het een hele gaaf video vonden. Ik dacht, ik neem jullie gewoon weer een dagje mee. We hebben een interessante vraag, denk ik. We hebben een interessante casus voor de rechtszaak. En ja, laat mij in de reacties weten wat jullie ervan vonden. Ik hoop dat jullie het heel erg leuk vonden. Vergeet natuurlijk niet te liken, vergeet niet te abonneren.